De aanpak van de zuidelijke ringweg is weer een stap dichterbij. Minister Schultz van Hagen ondertekende vanmiddag het tracébesluit en daarmee kan officieel gestart worden met de aanleg. De ringweg is hard toe aan vernieuwing om het drukke verkeer beter te laten doorstromen. Sinds de aanleg in de jaren 60 is het aantal auto's verviervoudigd. De spits is natuurlijk nog een stuk drukker dan het nu was toen wij met ons busje kwamen. Dus ik denk dat het heel erg de tijd is om deze kruising en de hele zuidelijke ringweg aan te gaan pakken. Ik zet dus zo meteen ook met veel plezier de handtekening onder het besluit dat iedereen aan het werk kan. En ik denk dat het niet alleen maar is om die obstakels op te lossen. Het is om de doorstroming ook op een andere weg te verbeteren. Bereikbaarheid is een hele belangrijke voorwaarde voor de economie. Voor bedrijven is het ontzettend belangrijk dat hun toeleveranciers, maar ook hun klanten, dat die snel bij hun kunnen komen. Dus voor de toekomst, zeker als we verwachten dat de stad nog verder gaat te groeien, is het belangrijk dat we onze bereikbaarheidsknelpunten oplossen. Nou, een belangrijk bereikbaarheidsknelpunt is dat lange files staan voor het Julianaplein elke ochtend. En met dit plan zijn in de toekomst verleden tijd. Toch is niet iedereen blij met de verbouwing. Het platform Groningen verdient beter greep de komst van de minister aan om een petitie aan te bieden. De omwonenden maken zich zorgen over de onveiligheid in de overdekte wegdelen en over de schade aan de gezondheid. De aanpassingen aan de ringweg zullen zo'n 5 jaar duren. Om de overlast voor het verkeer en de omwonenden zo klein mogelijk te houden, werken de gemeente en provincie samen met onder andere Rijkswaterstaat en ProRail. Bijvoorbeeld extra inzet van bussen, goede informatievoorziening aan reizigers, goede voorlichting over wat er aan de hand is op welk moment. We richten bijvoorbeeld een app in, waardoor mensen heel makkelijk kunnen kijken welke route ze moeten nemen met zo min mogelijk overlast op het verkeer. Nou, dat zijn allemaal maatregelen, onderdeel van een heel groot pakket die we de komende jaren zullen gaan uitrollen en van wij hopen en verwachten dat die de overlast zoveel mogelijk gaat beperken. Eind volgend jaar wordt er gestart met de bouw.